is bidden om bekering eigenlijk wel Bijbels? Dat wordt natuurlijk veel gezegd. Je moet er maar veel om vragen. Bekering is allereerst een zaak van doen. De Bijbel roept op tot bekering. Ik weet niet hoeveel keer het in de Bijbel staat, maar vele malen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bidden om bekering komen we maar twee keer tegen in de Bijbel. En dat is in het boek Jeremia en in de klaagliederen van Jeremia. Jeremia 31, klaagliederen 5. Bekende woorden, Heere, bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. Nu geldt dat heel speciaal in dit verband, het volk van Israël, dat het verbond van de Heere heeft geschonden en nu dus bidt bij monden van Jeremia of de Heere hun wil terug weer brengen naar het verbond van ouds. Zo staat het letterlijk in Klaagliederen 5. Dus het is ook nog een heel andere situatie van waaruit dit gebeden wordt. Maar let daarop, tot twee keer toe. Bidden om bekering en daarbij de eis tot bekering. En dan is niet de vraag hoe wij ons bekeren. Het is altijd een afkeren van de zonde en een toekeren tot God. En hoe dat gebeurt, ach, daar is de Heere vrij in. Als het maar gebeurt. Als we maar als de verloren zoon tot onszelf mogen komen. En zo vanuit het varkenshok terug zullen gaan naar het vaderhuis, waar we in de gelijkenis van de verloren zoon hartelijk welkom worden geheten, zelfs worden omhelst, zo vuil als we zijn.